Oké, dat is duidelijk. Merci, Zoom. En dan even mijn scherm delen. En dan kijken of ik jullie nog goed kan zien. Ja. Jullie zien het scherm ook? Ja. All right, top, top. Voilà. Kan ik stiekem ook nog iedereen zien? Welkom allemaal bij deze eerste masterclass in de serie van de Dream Manifestation Zomerreeks. Het is de bedoeling dat het een proever is vandaag. Want als ik dan voorbereiden was, zei ik van ja, potverdorie, er zit toch wel hoeveel waarde in. Dus ik hoop dat jullie dat ook gaan voelen. We gaan het uur zeker kunnen vullen. Om 9 uur beginnen de Rode Duivels. Ik weet niet of er hier voetbalfans in de zaal zijn. Ja, toch wel wat. Dus dan, we gaan sowieso, ik ga de tijd in doog houden. We gaan zien of we alles kunnen doen. Weet ook dat het voor mij perfect interactief mag zijn. Doe wat voor jou comfortabel voelt uiteraard. Maar als iets niet duidelijk is, unmute jezelf gewoon, stel de vraag. En dan gaan we daar verder op in. Voor de rest, ja, voor de... bijna iedereen, ik denk dat ik iedereen ken. Ik denk, Alex, alleen dat ik jou nog maar 1 keer heel kort heb gezien in Chalex, zonder dat ik wist dat het was, volgens mij. Kan zijn, ja. Maar het is fijn om bekende gezichten te zien of bekende stemmen te horen. Ja, waarom deze zomercursus? Ik wil eigenlijk samen met jullie het mysterieuze dat we hangt van manifesteren en de wet van aantrekkingskracht voor een stuk doorprikken. En ik wil jullie daarbij ook de kennis geven om heel concreet aan de slag te gaan met het uitbouwen van jullie ideale leven, hè, wat dat ook mag zijn. Want ik ben ervan overtuigd dat we allemaal wel wat steun kunnen gebruiken in onze persoonlijke groei. En we hoeven niet allemaal het wiel opnieuw uit te vinden. Mijn missie is eigenlijk om mensen te helpen thriven of floreren in het Nederlands. In het Nederlands klinkt dat niet zo goed, vind ik, maar help people feel and perform at their best was wat het eerst was. En mijn droom en ambitie, en dat is de eerste keer dat ik die trouwens uitspreek, dus dat is een eerste hier, is om eigenlijk 1 miljoen mensen te gaan ondersteunen, te gaan impacteren. Dus eerst en vooral merci dat jullie er vandaag bij zijn. Weet ook dat ik eigenlijk aan het begin van deze reis zit. En dus als je het vandaag goed vindt, voel je ook vrij om het te delen met anderen, hè, zodat we de impact verder kunnen vergroten. Ik ga niet heel veel vertellen over mezelf. Ik ga focussen op de waarde voor jullie. Maar misschien toch nog heel kort ook dit stukje. Waarom doe ik dit eigenlijk? En dieperliggend is mijn visie om een ripple effect te creëren in bedrijven en ook de maatschappij in zijn geheel. Ik werk rond happiness, rond high performance. Nu een stuk rond dream manifestation, wat er voor mij een onderdeel van is. En wat ik merk is dat gelukkige mensen zijn vriendelijke mensen. En vriendelijke mensen zijn ook respectvolle mensen. En het zijn die mensen die ook vriendelijke bedrijven en vriendelijke, respectvolle gemeenschappen creëren. En daarmee dat ik dat zo belangrijk vind en daarmee dat ik daar ook zoveel energie uit haal. Oh, ik zie dat iemand opnieuw in de waiting room binnenkomt. Even admitten. Nu, gelukkige mensen zijn trouwens ook goed presterende mensen. Ja, dus het zijn mensen die ook veerkrachtig zijn, adaptief zijn. En die veerkracht en dat aanpassingsvermogen, die adaptiviteit, dat zijn volgens mij ook de belangrijkste skills voor de 21ste eeuw. Omdat alles zo snel verandert tegenwoordig. En daarom denk ik dat onze eigen veranderings- en veerkrachtcapaciteit cruciaal zijn eigenlijk om te thriven in het leven. Ik kijk alvast uit naar het komende uur. We gaan dieper duiken in ons brein. Dat hebben jullie waarschijnlijk gezien bij de inschrijving. En vooraleer ik dat topic helemaal aansnijd, deze slide nog. En nog 1 tekening om samen met jullie al voor een stuk, denk ik, de mystiek, voor zover mystiek of mysterie voor jullie hangt rond die topics van manifesteren en aantrekken of de wet van de aantrekkingskracht. Dan deze tekening om al een stuk concreter te maken en een stuk duidelijker te maken. Manifesteren is meer dan wat denken en dromen over je droomleven. En dan op je luie kont in de zetel blijven zitten en wachten tot het in je schoot valt. Dat is niet manifesteren. En dat is trouwens iets, als je de film The Secret hebt gekeken, wat ik wel een beetje voelde in die film, of wat die film voor mij toch voor een stuk liet uitschijnen. Dus ik denk dat er meer achter zit en ik denk dat meer nodig is dan puur denken en dromen. Nu, manifesteren en aantrekken, 2 dingen die elkaar in de hand werken en ondersteunen.
kan je aan de basis eigenlijk uitsplitsen in volgens mij 8 zeer pragmatische en haalbare domeinen. Ik ga ze heel kort overlopen. Gaat ook in het vervolg van de cursus gaan we ook die domeinen, een aantal van die domeinen, gaan verder uitspitten. Nu start het midden met I, met onszelf. En de volgende cirkel is clarity. Het is cruciaal om heel goed te weten en helder te hebben wat je wilt in jouw leven en ook waarom dat je dat wilt. Want dat vormt de basis voor het uitbouwen van jouw droomleven. Op zich is dat heel logisch, maar ik merk wel dat voor veel mensen dat stapje eigenlijk al ontbreekt. Een volgend niveau is zelfkennis. Hoe beter onze zelfkennis met onze sterktes, met onze zwaktes, met onze blinde vlekken enzovoort, hoe makkelijker het zal zijn om effectief te gaan manifesteren. Een vierde niveau dat ik zie is de kennis van je brein. Hoe beter je begrijpt hoe je brein werkt, hoe makkelijker je het ook gaat kunnen inzetten. En ja, gaan inzetten ook in jouw voordeel uiteraard. En ook voor jouw persoonlijke groei. En dat brein, dat is het topic voor vandaag. Dus daar gaan we zo niet in detail op ingaan. Een vijfde punt is positieve emoties. Of je kunt er ook naar verwijzen als geluk. Het genereren en uitsturen van positieve energie rond hetgeen dat je wilt manifesteren is ook een cruciaal element. Als zesde hebben we zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen is ook iets waar we heel concreet mee aan de slag kunnen. En hoe hoger ons zelfvertrouwen, hoe meer moed en hoe meer daadkracht we hebben om de stappen te zetten naar wat wij willen bereiken in ons leven of willen manifesteren in ons leven. Zevende niveau zijn systemen en tactieken. Je kan al het voorgaande on point hebben, maar zonder dat er een duidelijke structuur is, zonder dat je systemen hebt of tactieken en technieken, gaat de progressie niet zijn wat je wilt. En dat is ook een cruciaal onderdeel waar ik ook veel mensen zie dat ze misschien wel weten wat ze willen en al wel doelen stellen, maar eigenlijk niet gaan kijken naar een structuur en een systeem om daar naartoe te werken. En dan last but not least is actie. Ja, actie nemen is de sleutel in elke verandering en zeker bij het manifesteren van je droomleven. Maar dus vandaag de masterclass over Understand and Manage Your Brain. Zijn er al vragen tot nu toe? Kwestie van gewoon zeker te zijn dat dit al helder was. Als niemand zich unmute, ga ik ervan uit dat alles oké is. Roel? Ja, die clarity daar helemaal in het midden. Ik wist niet zo goed, waar is dat? Helderheid van wat dat je precies wilt in jouw leven. En eigenlijk ook als tweede stap waarom dat je dat wilt. Dus wat is eigenlijk de drijfveer van hetgeen dat jij wilt in jouw leven? En dus als je wilt gaan nadenken over manifesteren, als we niet weten wat we precies willen gaan manifesteren, als we niet weten wat we precies gaan willen bereiken, ja, dan heb je niks om in werking te zetten. Hè? Dus dat is echt wel cruciaal. Oké. Bedankt. Ja, dat wel. Voor vandaag, ik ga kort een intro geven over het brein en we gaan dan 4 topics, of misschien 3, ik weet niet of we tijd genoeg gaan hebben voor ze alle 4 te tackelen, maar we gaan het hebben over de negativity bias of Nederlandse negatieve vooringenomenheid. We gaan het hebben over de path of least resistance, het pad van de minste weerstand of soms ook de wet van de minste inspanning genoemd. We gaan het hebben over ons Reticular Activating System, oftewel RAS. En als er tijd over is, gaan we ook kijken naar thinking biases. Dus eigenlijk denkvertekeningen die we hebben in ons brein. Nu een vraag voor jullie. Wat zijn de functies van ons brein? Een zeer standaard vraag, maar ik heb er, voordat ik hier echt mee bezig was, eigenlijk nooit echt bij stilgestaan. Wat zijn de belangrijkste functies van ons brein? Het onthouden van gevaar, zodat je dat in de toekomst kunt vermijden. Mm-hmm. Ja. Wat wel en wat niet eten en zo van die dingen. Ja, dus je zit echt op de survival, hè, het brein dat alles onthoudt wat nodig is om te overleven eigenlijk. Ja. Ja. Ik dacht ook in die richting, maar het brein is toch ook heel erg genotgericht. Oké. Okay. Hebben we dat nodig? Misschien is dat ja en nee. Ja, absoluut. Ja, dus ik denk voor emoties te voelen, om je gewoon te koer te voelen, dat is ook via ons brein effectief. Dus ook genot, ook pijn, maar
fijn dat je positief denkt, Groen. Puur aan genot. Nog iemand? Ik kan ze kort overlopen. Ah, Stephanie, jou iets zeggen? Nee, nee. Doe maar. Dus eigenlijk high level, het, ons brein, ja, dat is denken. Dat is ook sensing, dat is observeren, voelen via de vijf zintuigen. En zonder ons brein kunnen we niet horen, kunnen we niet zien, kunnen we niet ruiken, proeven of voelen. Ook voelen van emoties, dat is wat Roel vermeldde. Maar ook fysieke functies, zoals ons ademhalingssysteem, ons spijsverteringsstelsel, beweging en coördinatie, ons gedrag dat we stellen. En dan ook waar Ellen vooral over sprak, is bescherming. Dus bescherming met als hoofddoel onze overleving. En we gaan straks zien dat een goed begrip hiervan ook heel belangrijk is. Nu, als je nadenkt over het groeien naar je beste zelf en het manifesteren van je droomleven, waarom zou een beter begrip van ons brein dan behulpzaam kunnen zijn? Wat denk je? Omdat je waarschijnlijk heel vaak blokkades tegenkomt als je denkt aan je beste leven, van oh, dat zou ik wel willen. Oh, maar nee, maar dat gaat niet om die en die reden om die blokkades te overkomen. Mm-hmm. Ja. Absoluut. Nog dingen? Ik denk dat ook veel dingen te maken hebben met de patronen die we in ons brein al gemaakt hebben. Ik moet dan altijd een beetje aan de documentaire denken van... Op Netflix heb je zo een documentaire over hoe dat je brein werkt en dat LSD zo nieuwe sneeuwval is. Niet dat ik zeg dat we nu allemaal LSD moeten gaan pakken voor alle tijd, maar dat dat er wel voor kan zorgen dat je plots nieuwe mogelijkheden ziet en nieuwe paden. En dat dan denk ik ook gewoon heel belangrijk is, omdat je altijd hetzelfde blijft doen, dus ook patronen herhaalt. Ja. Als je weet hoe dat je brein werkt, weet je ook hoe dat je patronen moet doorbreken. En hoe dat je mensen die zeggen, ah ja, maar ik verlies altijd geld. Of ik kom altijd terug op datzelfde punt terecht, ongeacht wat het is. Of het nu met geld te maken heeft of iets anders. Ja. Dat patroon kunnen doorbreken en de nodig om dan dat droomleven wat zo onmogelijk lijkt, te kunnen bereiken, denk ik. Ja, oké. Okay. Super interessant, merci Stefan. Nog iemand die iets wilt zeggen? Anders ga ik ook al een tipje van de sluier lichten hier. En eigenlijk in eerste instantie, en wat jullie zeggen is helemaal correct, en de eerste stap daarin is awareness. Een beter bewustzijn van de werking creëert de mogelijkheid voor beïnvloeding en keuze. Dus dat is eigenlijk exact wat je aan het zeggen was, Stefanie. Eens je dat bewustzijn hebt, dat gaat ook toelaten om je brein beter te gaan managen en het meer in jouw voordeel te laten werken. En daar zeggen we niet mee dat dat allemaal heel makkelijk is. Ik denk, Ellen en Stephanie, de voorbeelden die jullie aanhalen, patronen en overtuigingen, dat overschrijven we niet op 1, 2, 3 of niet altijd op 1, 2, 3. Dat kan wel. Maar het is wel, hoe kunnen we met dat bewustzijn aan de slag en toch gaan kijken naar hoe kunnen we bepaalde gedachten of bepaalde patronen of bepaalde overtuigingen gaan aanpassen. Nu de volgende vraag, een beetje een retorische vraag, maar is your brain always working in your favor? Wie heeft er wel eens een brein dat tegenwerkt? Ik zie Alex knikken. Niet altijd, hè. Denk bij de meeste mensen zo. Denk bijvoorbeeld aan slechte focus. Of denk bijvoorbeeld aan overdrijven of doemscenario denken. Of het maken van foute assumpties. Of negatieve gedachten aan zich. Ik denk dat dat voor de meeste mensen wel herkenbaar is. Of ik denk dat dat eigenlijk voor iedereen wel herkenbaar is. En met andere woorden is voor mij ook... Ja, het is voor iedereen nuttig om ons brein beter te leren managen. En begrijp me ook niet verkeerd. Het brein is in eerste instantie een fantastische tool. Maar het is, waar we vandaag dan een stuk gaan over hebben, van waar werkt het niet altijd in ons voordeel. Dus het is soms wat... Het heeft soms een wat vertekend beeld. Het is ook een beetje lui. Misschien wat overbeschermend met dat survival mechanisme. En vaak ook ongetraind of wat wild. Dus niet helemaal onder onze controle. En controle klinkt misschien scherp. En dat hoeft ook niet helemaal volledig onder onze controle te zijn. Maar het is wel een voordeel als we daar meer controle over krijgen. En een eerste breintopic dat ik met jullie wil aansnijden is die negativity bias. Of de negatieve vooringenomenheid. Heeft daar iemand al van gehoord? Ik zie een aantal mensen knikken. Kan misschien iemand uitleggen wat het is?
Of is dat te spannend? Waar komt het op neer, de negativity bias? We zijn eigenlijk als mens voorgeprogrammeerd om meer aandacht te hebben voor het negatieve dan voor het positieve. We hechten er meer belang aan dat negatieve. We hebben sterkere emoties bij negatieve ervaringen. En we onthouden negatieve ervaringen ook veel makkelijker en beter dan de positieve. En de ene reden daarvoor is, en dat is de reden die Ellen ook in het begin heeft aangehaald, dat is eigenlijk onze overleving, dat is dat survival mechanisme. De metafoor van Teflon en Velcro wordt wel eens gebruikt. Ik vond geen goede foto van Velcro, van zo'n klittenband, dus ik heb maar wat sneakers genomen, maar je kan het bekijken als negatieve ervaringen blijven in ons brein plakken, zoals Velcro. En positieve ervaringen zijn als een druppel water op een teflonplaat. En ze glijden er zo vanaf. En dat is eigenlijk hoe we dus biologisch gezien ons brein zich ontwikkeld heeft voor die overleving. En dat is dus ook evolutionair gezien eigenlijk de reden dat we vandaag nog op deze aardbol rondlopen. Als ik een paar honderdduizend jaar geleden hier rondliep zonder op mijn hoede te zijn, zonder een focus te hebben op alles wat zou kunnen mislopen, dan was ik en ook de rest van hun soort eigenlijk een makkelijke prooi geweest voor in de tijd de sabeltandtijgers. Nu, als ik echt achter elke struik of rots potentieel gevaar verwachtte en constant op mijn hoede was, dan werd mijn kans op overleven simpelweg veel groter. En dus die focus op dat mogelijke negatieve, op de risico's, op de gevaren, is een cruciaal onderdeel van onze overleving. En we hebben dit dus nu nog altijd dominant aanwezig in onze biologie, in ons brein en dus ook in onze focus en in onze aandacht. Nu, vandaag zijn we gelukkig maar niet meer vaak blootgesteld aan echt levensbedreigende situaties. Maar het mechanisme blijft wel op dezelfde manier werken. De sabeltandtijgers van vroeger zijn nu de presentatie misschien op het werk geworden, of een eerste date, of een jobinterview, of een moeilijk gesprek aangaan, enzovoort. En dus ook eigenlijk in ons huidig leven vandaag maakt dit mechanisme dat we automatisch meer focus gaan leggen op potentieel negatieve dingen en alles wat zou kunnen misgaan. En ook hier weer, alleen al dat bewustzijn is stap 1. En als we hier bewust van zijn, kunnen we ook kijken naar strategieën en tools die eigenlijk die negativity bias voor een stukje gaan kunnen counteren. En daar kom ik zo meteen op terug. En dus ons overlevingsbrein is dus nog wel sterk met een focus op veiligheid. En wat houdt dat eigenlijk concreet in? Als we praktisch toepasbaar kijken nu, het blijft het liefst in de comfortzone, bij wat kent. En dus het kent ook alleen maar het verleden. Het weet niet wat er in de toekomst kan gebeuren. Onbekend wordt dus gezien als gevaar, en waardoor verandering vaak ook lastig is voor ons, omdat ons brein dat liever niet wilt. Wat ook goed is om te weten, vind ik hierin, is dat van nature onze overlevingsmechanismen typisch gezien sterker zijn dan onze thrivingsmechanismes. Dus die overlevingsneiging en dus een negativity bias overschrijven kost dus wel bewust inspanning. Alleszins mee te geven dat we hier ook wel mee aan de slag moeten als we dat willen veranderen. Ik krijg hier net een boodschap, my internet connection is unstable. Kan iedereen mij nog horen? Ja, oké. Dus ook, also good to know. Verder gaan op het vorige. Het brein houdt dus redelijk fervent vast aan wat het kent van het verleden. En zoals ik net zei, het kan niet inschatten en voelen wat bepaalde keuzes voor het onbekende zouden opleveren. En ik vind dat een heel interessant inzicht. Als je bijvoorbeeld zou weten wat een bepaalde moedige keuze, een bepaalde moedige beslissing je zou opbrengen in de toekomst, dan zou het zoveel gemakkelijker zijn om die moedige beslissingen te nemen. Tenminste, als je weet dat er iets positiefs gaat uitkomen. Maar dus zo werkt het helaas niet. We weten niet precies wat die beslissingen gaan opbrengen. En dus kiezen we vaak voor veiligheid. Daar zijn we zeker van. Daar weet ons brein, dit is veilig, dit ken ik. Blijf maar bij hetgeen dat je kent. En dat heb ik opgepikt van Kyle Cease, een soort spirituele comedian die ook rond persoonlijke groei werkt. En dat vond ik wel een heel interessante ook. Een tip waar je mee aan de slag kunt als je nadenkt over... als je nadenkt over aandacht te geven aan wanneer je lichaam eigenlijk vertelt van het is misschien wel een interessant iets om te gaan volgen of daarvoor te gaan te beslissen, is als het expansief aanvoelt, expanding, exciting, dan is dat eigenlijk iets waar je lichaam zegt van oeh, dat kan wel iets opbrengen in de toekomst. Als ik bijvoorbeeld van job zou willen veranderen en dat geeft me een heel goed gevoel, dat geeft me een gevoel van excitement,
dan kan dat een indicatie zijn. Ik zeg niet dat dat per se zo is, maar dan kan dat echt wel een goede indicatie zijn om die beslissing te gaan volgen. Als ik nadenk over toen ik beslist had om de sabbatical te doen, die beslissing is denk ik in 2015 genomen, dat voelde gewoon in alle vezels van je lijf dat dat de juiste beslissing was. Omdat je gewoon, dat was zo expansief. Dus je lichaam geeft wel signalen van beslissingen die je nog niet genomen hebt, of die, ja, of dat de juiste beslissingen zijn of niet. Dus het is interessant om daar ook bewust mee aan de slag te gaan en daar een stukje naar te luisteren. Nu, ik ben, met oppassen met wat ik zeg natuurlijk, ik ben niet tegen weloverwogen beslissingen ook niet. En we missen volgens mij wel gewoon heel wat moois in ons leven, omdat we de scenario's overdenken en niet ons gevoel volgen. Ik spreek nu misschien eerder over de grotere beslissingen, de grotere dingen in ons leven, maar ook voor de kleine dingen, denk ik dat gevoel wat spontaan komt en dat heel snel kan opkomen, dat wel interessant is om daar ook meteen actie op te nemen. Een simpel voorbeeld. Ik kan me op een bepaald moment na een werkdag heel gemotiveerd voelen om te gaan lopen. Of ik kan me heel gemotiveerd voelen doorheen de dag om een persoon te bellen die kan helpen met mijn business bijvoorbeeld. Wat ook mag zijn, dan is meteen handelen cruciaal in dat moment. Of alleszins voor mij. Want wat gebeurt er als ik niet meteen handel? Voor dat lopen bijvoorbeeld, als ik me toch nog even in de zetel zet, dan heb ik misschien wat minder goesting. Of mijn brein gaat misschien een aantal dingen, een aantal twijfels beginnen opgooien, of een aantal excuses beginnen opgooien, die maken dat ik meer weerstand ga hebben om die actie te nemen. Ik weet niet of jullie Mel Robbins kennen. Die heeft daarvoor voor wat ik nu net vertelde, Stefanie Krentse, de 5-seconden-regel in het leven geroepen. Dus als je voelt dat je iets wilt doen, wat zegt zij dan? Tel van 5 tot 1 en neem actie op 1. En dat aftellen gaat maken dat je geen andere gedachten gaat kunnen opwerpen. En de 1 gaat eigenlijk de trigger zijn voor actie. Ik vind wel ik gebruik hem ook af en toe voor wel een interessante. Dat je eigenlijk met dat aftellen gewoon niet andere gedachten gaat kunnen vinden die actie die je wilt nemen gaan kunnen tegenhouden. Dat is een 5-second rule van Mel Robbins. Deze cijfers, wat zouden die kunnen zijn? Het aantal prikkels per seconde? Dat is een gok. Dat zou kunnen, dat weet ik niet. Dat is een gok. Maar daar kom ik straks nog op terug. Alex, ik zie je unmuten. Ja, ik dacht misschien zo gedachten per minuut of per uur of zoiets. Ja, gedachten per dag eigenlijk. Per dag, ja. Ja. Dus zijn er heel wat. Ik heb nog eens opgezocht en er zijn blijkbaar wel nieuwe, meer recente onderzoeken die zeggen dat het minder is. Ik denk de laatste studie die ik gevonden heb zegt dat er maar 6.000, maar dat er 6.000 gedachten per dag zijn. Nu, dat is nog veel, dus ik denk dat cijfer op zich niet superbelangrijk is. We hebben gewoon heel veel gedachten op een dag. Hoeveel hiervan, gemiddeld gezien, denken jullie dat negatieve gedachten zijn? 80%? Dat is spannend. Ah, dat is een gok, hè. En dat is toch wel heel veel. Hè? Dus als we die balans wat kunnen omgooien en wat meer positieve gedachten kunnen ertussen krijgen, ja, dan gaan we serieuze stappen vooruit kunnen zetten in hoe we ons voelen en wat we kunnen bereiken. Ik heb nog een cijfer. Wat zou dit cijfer kunnen zijn, ook in verband met onze gedachten? ...95% van onze gedachten zijn repetitief. En dus we blijven herhalen wat we al kennen. En dus dat wil ook zeggen, als je iets wilt veranderen in je leven, is het cruciaal om de juiste gedachten in die 95% te krijgen. En gedachten die jou ondersteunen, gedachten die je doen groeien, gedachten die je gelukkig maken, gedachten die je helpen uiteindelijk om je droomleven te realiseren. Waar we het hier vandaag over hebben. Ik zal zometeen ook al wat tips geven hoe we hier concreet mee aan de slag kunnen. Ik ga even kijken naar het tijd. Ik ga dit misschien overslaan. Ik kan misschien nog wel doorsturen naar de rand, als jullie willen. Ik vind het wel interessant om ook de types van negatieve gedachten die we hebben te gaan typeren. En dat maakt soms makkelijk om te beseffen, als je dat bewustzijn hebt, wat voor type gedachten dat is, om daar dan ook mee aan de slag te gaan. Maar ik ga het even overslaan. Ik zou kort een oefening willen doen met jullie. Een paar minuutjes. Denk eens terug aan een gebeurtenis van de afgelopen week die je niet goed deed voelen. Dat is een gebeurtenis waar je eigenlijk naderhand of tijdens niet goed voelde. En als je zo'n gebeurtenis vindt,
het is misschien niet gemakkelijk, maar kan je je herinneren wat voor gedachten je had bij die gebeurtenis? En die gedachten mogen neerschrijven. En als je niet meteen een gebeurtenis vindt, dan mogen ook gewoon, wat zijn zowel typische negatieve gedachten die jij hebt? En dus er zijn vaak wel een heel aantal die we regelmatig hebben, een repetitief karakter terugkomen, die mogen ook opschrijven. Ik geef jullie een minuutje. Als je zo één of een aantal hebt en hebt opgeschreven, dan komen we daar subiet even op terug. In elk geval, ook hier, awareness is the first crucial step in any process of change. Ja, dus het bewustzijn van die gedachten en weten wat ze doen met ons, is de eerste stap om ermee aan de slag te gaan. En ik weet niet hoe ver jullie staan in dat bewustzijn, maar dat is in het begin, als je daarmee start, dat is niet zo evident om te beseffen wat voor types gedachten er door je hoofd gaan en wat die eigenlijk met ons doen. Ja, dus als ik vandaag voor de mensen die nog niet heel veel daarmee bezig zijn, die trigger al kan of dat vlammetje kan aanwakkeren, dan heb je echt de eerste stap gezet naar meer controle te krijgen over wat je denkt en je brein. Nu, een aantal tips. Laten we even ook concreet kijken wat we daarmee kunnen doen en dus hoe we met die negativity bias en onder andere onze negatieve gedachten kunnen omgaan. Een eerste tip is simpel, maar heel krachtig, is heel bewust meer aandacht gaan geven aan positieve dingen en successen. Waarom is dat zo belangrijk? Ja, we hebben onze negativity bias. En dus voor de meeste mensen domineert dat negatief denken. Maar ons brein is flexibel. En dus de brain plasticity, daar hebben jullie misschien ook al wel van gehoord. Dat is in plaats van wat we willen doen eigenlijk met gewoon bewust meer aandacht te geven aan positieve dingen, aan successen, is wat je eigenlijk gaat doen in je brein, is in plaats van enkel op negatieve ervaringen een dit is belangrijk vlag te zetten, en denk terug aan die klittenband, aan die velcro, gaan we leren deze vlag ook meer en meer op onze positieve momenten en successen te plaatsen. En dat is echt een numbers game. Dus hoe vaker je dat doet, hoe meer je dat doet, hoe makkelijker het gaat worden en hoe sneller je brein meer en meer positieve dingen gaat oppikken. Dat is een stukje breintraining. En door dat meer en meer te doen, ga je uiteindelijk je geluk en je zelfvertrouwen serieus gaan verhogen. Want je gaat makkelijker positieve dingen zien, opmerken in je leven en je gaat ook je succes makkelijker kunnen gaan herkennen. Nu, in de praktijk, ja, hoe kunnen we dat dan doen? Ik heb er hier een aantal genoteerd. Een eerste is, en dat is eigenlijk mijn favoriet, is op het einde van de dag 10 minuten te nemen en 3 positieve dingen, 3 positieve momenten of successen te gaan opschrijven. Idealiter ook met de bedoeling om terug in die emotie te stappen. En dus als er iets positiefs was gebeurd of een succes was, dat je effectief ook terug in die emotie gaat stappen, zodat je lichaam dat ook kan voelen. Wat, ja, moet ik zeggen, dat geeft een reward. Reward in het Nederlands. Beloning. Beloning, dat geeft een beloning. Merci. En dat gaat het maken dat gedrag gaan incentiveren. Hè? Dus gewoon op het einde van de dag. Waarom op het einde van de dag? Omdat er heel veel momenten doorheen de dag gaan zijn die positief zijn, die we gewoon doorheen de dag gaan missen. En door even stil te staan s'avonds bij wat was nu eigenlijk leuk, wat was positief, wat was misschien een succes, gaan we daar terug naartoe gaan en gaan we die we gemist hebben ook gaan kunnen herkennen. Een tweede is use a jar of awesome. Dat is eigenlijk gelijkaardig en dat is een concept van Tim Ferriss. Dat is eigenlijk gewoon, zet een pot in het midden van je living, plak daar een sticker op jar of awesome. En elke keer als je iets leuk, iets positief of een succes hebt, schrijf dat op een klein papiertje en stop dat in die pot. Een aantal dingen zijn er leuk aan. Eén, ja, je zit ermee bezig, je schrijft het op, je zit er dus bewust mee aan de slag. Je gaat ook zien dat na een tijdje in die pot meer en meer papiertjes gaan komen te zitten. Dus dat is ook leuk om te zien.
Plus, het is ook leuk, of het is wel ludieker dan een journal, om bijvoorbeeld met je partner of met iemand in het gezin op een bepaald moment die papiertjes terug uit de pot te nemen en samen eens te gaan bekijken. Dus op dat vlak is dat ook tof. Een derde, ook helemaal in het verlengde daarvan, is als we daar meer en meer bewustzijn gaan rondcreëren en meer ook een gewoonte van gaan beginnen maken, is ook dat bewuster doorheen de dag tijd gaan nemen om die positieve dingen die gebeuren te gaan waarderen en te gaan appreciëren. Ik heb hier gezet stop, breathe, observe, smile, regularly repeat. Dus maar eigenlijk, je kan bepaalde triggers in een dag gaan zoeken. Ik zeg maar wat, het afwerken van een taak bijvoorbeeld, om een halve minuut of 10 seconden of een minuut te nemen om even stil te staan. Okay, als je die taak hebt afgewerkt, zou je die taak afwerken al kunnen erkennen als iets positief. Je zou ook kunnen erkennen dat je bijvoorbeeld die taak met de glimlach bent gestart. Dus allemaal kleine dingen die we doorheen de dag ook kunnen gaan beginnen opmerken. En dus dat is ook gewoon een kwestie van daar regelmatig bij stil te staan. En dus niet alleen 's avonds, maar dus ook doorheen de dag meer en meer daarbij stil te staan. En een vierde is, en niet meteen het positieve inzien, maar eigenlijk het negatieve of het minder plezante, om die gaan om te keren naar iets neutraal of naar iets positief. Vraag die je kan stellen als iets minder leuk was, kan ik daar iets van leren? Hoe kan ik daardoor groeien, door hetgeen dat wat ik nu heb meegemaakt? Dus dat kan dat al een stukje een positief karakter geven. Maar je kunt ook heel vaak, we zijn heel streng voor onszelf meestal, of een aantal onder ons toch, ik alleszins al. Wat ging er wel goed in een bepaalde situatie? Een bepaalde situatie die niet top was en die niet super was. Misschien waren er wel een aantal dingen die goed waren in de situatie of van hetgeen dat jij gedaan hebt. En dus dat is ook een manier hoe we de minder leuke momenten iets minder erg of iets minder zwaar kunnen maken. Vragen hierbij? Nope. Een tweede tip die ik wil meegeven is de negatieve gedachten. Dus als we kijken naar de negatieve gedachten die we hebben, om die in eerste instantie op te schrijven. Als we die opschrijven, dat op zich heeft meestal al een soort helend effect, want je brengt ze uit het systeem. Hè. Je gaat niet alleen bewust zijn wat die gedachte is, je gaat ze ook voor een stuk uit het systeem brengen, je gaat het zichtbaar maken en je gaat er dus ook heel actief mee aan de slag kunnen. En als je dat gedaan hebt, kan je eigenlijk nog een aantal dingen doen. Een eerste dat ik hier heb genoteerd is doe self-inquiry, een soort zelfonderzoek om de negatieve gedachten te doorbreken. Je kan jezelf een aantal vragen stellen. Ik heb ze op de volgende slide te vragen, maar high level komt erop neer als je negatieve gedachten hebt en je kan ze uit je brein plukken. De vraag die je kan stellen, is het waar wat ik denk? Heel vaak of bijna altijd gaat daar het geval zijn nee. En dus je gaat niet met 100% zekerheid weten dat dat waar is. Tweede vraag die je kan stellen, helpt de gedachte mij? Een heel simpele vraag. Is dat een behulpzame gedachte voor mij? Als het een negatieve gedachte is, als een kritische gedachte is, dan gaat het antwoord daar ook vaak nee zijn. En dan gaat dat besef komen van, maar waarom denk ik die gedachte dan? Dan kan je daar verder op bouwen. En een derde vraag die je kan stellen, is kan ik anders denken over die gedachte, of over de situatie die gedachte getriggerd heeft, of kan ik anders denken over mezelf, of kan ik anders denken of op een andere manier denken over de andere persoon, als er bijvoorbeeld iemand anders bij was. Ik ga ze bieden op de volgende slide de vragen tonen. Een tweede iets wat je kan doen met die negatieve gedachten is eigenlijk te spreken tegen jezelf alsof je zou spreken tegen je beste vriend of vriendin. En dus opnieuw, we zijn heel kritisch vaak voor onszelf. En maar beeld u in dat je beste vriend of je beste vriendin de gedachten die jij in je hoofd hebt, de kritische gedachten, zou zeggen, als die uit haar of zijn mond zouden komen tegen jou, hoe zou jij dan tegen jouw beste vriend of beste vriendin spreken? En dat is eigenlijk met die mildheid, met die compassie, zouden we eigenlijk ook tegen onszelf kunnen en moeten, maar moeten niks moet, moeten spreken. Ik ga dit meegeven als huiswerk, gewoon een kwestie van vooral kennis over te brengen in dit uur. Dus maar die self-inquiry in de praktijk. Dat zijn hier de drie hoofdvragen die ik net al had meegegeven. En ik heb daar een aantal subvraagjes bij ook, die kunnen helpen om die gedachten, die negatieve gedachten, voor een stuk te gaan doortrekken. Ik zal die ook voor de zekerheid gewoon doormailen naar jullie, dat je daarmee aan de slag kan. Een derde tip die ik wil meegeven gaat over kwetsbaarheid, connectie en feedback.
Deel wat er door je hoofd gaat met anderen. En dus durf je kwetsbaar op te stellen. Vraag hen feedback. En gebruik de connectie om het in een ander daglicht te zien, wat er door je hoofd gaat. En je hopelijk ook beter te voelen. En voor mij is dat ook een stuk van, ja, we hebben allemaal onze struggles, we hebben allemaal onze moeilijkheden, we hebben allemaal zelftwijfel, we hebben allemaal die kritische gedachten. En dus je zit er absoluut niet alleen in. En als er, het is nu even zo, misschien wel zwaar, maar als er veel negatieve of kritische gedachten zijn, kan het echt wel heel nuttig zijn om het met iemand te delen, met iemand die je vertrouwt. Het kan zijn dat je zo niet meteen iemand hebt in je omgeving. Ja, weet dan dat je ook altijd extern hulp kunt zoeken. Hè? Therapeuten, coaches, die daar wel ook de ondersteuning in kunnen geven. Om even de negativity bias en hoe daarmee om te gaan samen te vatten. Ja, dus als we gaan doen wat we verteld hebben, ja, dan gaan we meer positieve emoties gaan ervaren. Door meer aandacht te geven aan die positieve dingen, aan die successen. Waardoor dat we ons ook makkelijker, gelukkiger gaan voelen. Dus het is geen sessie over geluk, maar weet dat onze geluksbaseline, dat we die ook kunnen verhogen. En ik denk dat door meer aandacht te geven aan positieve dingen, dat zoiets is wat onze gemiddelde geluksbaseline ook echt effectief kan verhogen. Dat is ook hetgeen dat ik bij mezelf heb gemerkt door er een aantal jaren mee bezig te zijn. Een derde is dat je meer zelfvertrouwen gaat hebben. Zeker omdat je aandacht gaat beginnen geven aan de successen in je leven. En dat hoeft geen grote dingen te zijn. Maar gewoon erkennen en vertrouwen geven. Het gaat ook helpen met betere relaties uit te bouwen. Onder andere omdat je positiever in het leven staat. Maar zeker ook als je die laatste tip van kwetsbaarheid en connectie extra gaat inzetten. Dat zijn allemaal elementen die bijdragen aan het ontplooien van ons volledig potentieel en dus voor het manifesteren ook van ons droomleven. Dat was de negativity bias. Zijn er vragen, opmerkingen, bedenkingen? Nee? Dan gaan we rustig verder. Volgende topic, het pad van de minste weerstand, of ook de wet van de minste inspanning genoemd. Heeft er hier al iemand van gehoord? Ik zal misschien al een kleine tip geven waar dat min of meer over gaat. Waar komt dat eigenlijk op neer, het pad van de minste weerstand? In het kort, dat we lui zijn. Onze echte motivatie is om lui te zijn en te doen wat makkelijk is. En op zich is dat eigenlijk niet negatief. En opnieuw is dat hier ook weer een evolutionaire reden, maar evolutionair gezien zoekt de natuur en de mens altijd naar de oplossing die het minste energie kost. En dus op zich is dat eigenlijk een fantastische strategie van ons brein. Omdat energie is heel kostbaar als we willen overleven. En dus daarom zoveel mogelijk die energie conserveren is belangrijk. Maar met andere woorden, als we moeten beslissen tussen twee gelijkaardige oplossingen, dan zullen we automatisch neigen naar de optie die het minste inspanning vereist. En dus we neigen automatisch naar wat het meeste waarde biedt voor de minste inspanning. Nu heel concreet, en ik denk dat we dat allemaal kennen voor iedereen die af en toe wel eens sport of wel eens wilt eens beginnen willen sporten. Waarom is het zo moeilijk om uit die zetel te komen na een lange werkdag om te gaan sporten? Dat is het pad van de minste weerstand. De frictie op dat moment als je in de zetel zit, is hoog. En de toekomstige beloning op dat moment is niet noodzakelijk groter dan de beloning van niets doen. Bijvoorbeeld scrollen op je gsm of tv kijken of een boek lezen. En met andere woorden, neigt ons gedrag automatisch naar geen actie nemen. Dus dat is gewoon ook de natuur van ons brein. En daarom is het zo belangrijk eigenlijk om, als we nieuw gedrag in ons leven willen binnenbrengen, om dat gedrag zo gemakkelijk en zo aantrekkelijk mogelijk te maken. En hoe we dat kunnen doen, dat wordt in detail behandeld in de Habits Masterclass. En dus dat is eigenlijk een van de belangrijkste elementen om dat pad van de minste weerstand te tackelen, is om de gedragingen die voor ons belangrijk zijn, om daar gewoontes van te maken. En dus dat eigenlijk ook een automatisme wordt, dat geen of weinig energie meer vergt om te gaan implementeren, om te gaan doen. Ik kan er vandaag niet in detail op ingaan, maar weet wel dat de sleutel is om tegen dat pad van de minste weerstand in te gaan. Nu, desalniettemin op zich ook hier, dat bewustzijn is al een serieuze hulpbron om tegen die luie neigingen in te gaan, of alleszins bij mezelf. En daarmee samengaand ook,
we zijn niet ons brein. En we hoeven niet alles te volgen wat dat die opgooit. En dat inzicht laat ook toe om je los te koppelen van dat brein, wat ook kan helpen. En je kan bijvoorbeeld zeggen op een lui moment, als je wilt gaan lopen en totaal geen goesting hebt, ik hoor je brein, maar ik ga niet naar je luisteren, want ik ga veel meer deugd hebben van een loopje dan van een uur op Instagram bijvoorbeeld. En dus dat benoemen, jezelf niet vereenzelvigen met je brein en daar een stukje afstand van nemen en daar eigenlijk, ja, dat klinkt misschien absurd, maar daar een stuk tegen praten, wat maakt dat je automatisch afstand creëert, dat helpt. Ik noem mijn brein wel eens de geniepige luiaard, waardoor ik het benoem, wat die afstand creëert, wat de stem trouwens ook wat minder sterk maakt, maar wat dan eigenlijk ook makkelijker maakt om er tegenin te gaan. We gaan ook in een van de komende masterclasses meer diep ingaan op wilskracht, motivatie, discipline en hoe we dat kunnen versterken. Dus dat gaat uiteraard hier ook helpen. Maar de boodschap hier nu vandaag is dat je moet niet altijd luisteren naar je brein. Je hebt een wil naast je brein, net zoals met die kritische stem trouwens. En daar hoef je ook niet altijd naar te luisteren. Alles duidelijk tot nu toe? Zie je de roel zwaaien, ja? Ja, ik vind dat zo van, ja, you are not your brain, en wat ben ik dan wel? Zo, ja, het is zo een van de valkuilen die je zo zou kunnen. Ja. Ja, het is... omgekeerd dan, als je verder vraagt, dan begin ik weer aan een hoop andere dingen te denken. Zoals? Ja, dus nee, de vraag van... je bent niet je brein, maar wat dan wel? Zo, dat. Ja. Maar dat stond nog onder je clarity, dat I, hè? Dus dat is waarschijnlijk wat je daarmee bedoelt. We kunnen ook even de spirituele tour opgaan. Is dat eigenlijk... ja. Nee? Hoeft voor mij niet. Maar ik ben wel benieuwd wat je erover zou te zeggen hebben. Maar moest, ja, ik kan dat in één zin zeggen. Je zet het bewustzijn. En je zet dat bewustzijn dat weet dat je brein een gedachte heeft waar dat je niet naar moet luisteren. Kun je dat nog één keer herhalen? Dus het feit dat je brein van alle gedachten gooit en dat jij daar bewust van kunt zijn... dat die gedachten er zijn en dat je daar bijvoorbeeld ook niet naar moet luisteren. Ja. Dat is je bewustzijn en dat is eigenlijk wie je bent, in essentie. Ja. Ja. Dat ga ik onthouden. Okay. Nog vragen of opmerkingen? Nee. Dan duik ik verder naar ons derde hoofdstuk. En dat gaat over het Reticular Activating System, a.k.a. het RAS. Wat is de RAS, het Reticular Activating System? Dat is een klein elementje in je brein. Je ziet dat hier op de tekening, daar in het midden van het bovenste van je breinstam eigenlijk. Nu, waar dat zit, maakt op zich niet zoveel uit. Het hoofddoel van dat kleine dingetje is om alle informatie die via je zintuigen binnenkomen te gaan filteren. En dus Stephanie gaat er straks al aan van... dag 3000 is dat aantal prikkels per seconde per dag. Maar we kunnen die nooit allemaal bewust gaan binnentrekken en gaan analyseren. Dus wat die RAS doet, dat Reticular Activating System, dat is filter. Dus je gaat zorgen dat eigenlijk de niet relevante staat, dat eigenlijk niet gaat binnenkomen. Supermechanisme van ons brein ook. En dus eigenlijk, zoals gezegd, het is de filter. En waar focust die RAS op? Hè? Op basis van wat gaat die Reticular Activating System zijn keuzes maken om te beslissen, deze informatie komt nu bewust binnen en deze die passeert zonder dat we dat weten? Op drie elementen eigenlijk. Een eerste element is jouw verleden. Dus op de dingen die je kent van het verleden. Hè? Dus ook weer opnieuw een stukje, dat overlevingsmechanisme aan het werk. Maar het zal dus makkelijker informatie binnenlaten dat het al kent. En je bent al eens aangevallen door een dier dat achter een struik tevoorschijn kwam. De volgende keer zal je bij die struik heel alert zijn. En het is belangrijk dat we dat verleden onthouden en dus dat we daar ook aandacht voor kunnen geven en dat die prikkels binnenkomen. Een tweede element is your beliefs of je overtuiging of wat jij gelooft.
Dus het gaat zoeken naar dingen om jouw overtuigingen, om jouw geloof te gaan bevestigen. En het laat met andere woorden veel makkelijker informatie binnen die je overtuigingen bevestigen. En aan de andere kant laat het dus ook minder informatie binnen die het zouden kunnen tegenspreken. Dat is ook heel belangrijk om te beseffen dat we automatisch in hetgeen dat we geloven, dat we daar meer informatie over gaan binnentrekken om dat te bevestigen. Waardoor dat we ook denken dat we vaak gelijk hebben, omdat vooral die informatie binnenkomt en niet per se hetgeen dat we niet geloven of waar we niet van overtuigd zijn. Een derde punt waar het op focust, of waar de informatie het laat binnenkomen, is waar we op focussen. Dus waar wij beslissen op te focussen. En dat is ook heel cruciaal voor vandaag en ook voor Dream Manifestation. Dus als jij beslist om op een bepaald iets te focussen, om een bepaald doel te stellen en daar naartoe te werken, dan gaat de RAS extra informatie binnenlaten voor dat doel. Dus op basis van die drie elementen maakt dus dat RAS een selectie van de informatie die het opvangt, zodat enkel die info die relevant is voor jou bewust wordt geregistreerd. Een heel simpel voorbeeld, en ik denk dat iedereen dat kent. En je zit van plan bijvoorbeeld een nieuwe wagen te kopen en je hebt een merk of zelfs een bepaald model in gedachten. En opeens zie je die specifieke wagen of dat merk veel meer in het verkeer voorkomen. En waarom is dat? Niet omdat er opeens veel meer van die modellen of van dat merk rondrijden. Dat is omdat je RAS weet op die moment dat die informatie belangrijk is voor jou momenteel. Dus het is een heel interessant gegeven, omdat gaat je gezichtsveld opeens, of je perspectiefveld, of je perceptieveld eigenlijk, gaan vergroten. Maar dus alleen op die dingen die voor jou relevant zijn. Een ander voorbeeld dat je misschien herkent, is als je ergens op een feestje staat of in een luidruchtige omgeving en je hoort opeens je naam. Je was eigenlijk niet aan het opletten. Het achtergrondgeluid was verdwenen naar de achtergrond en je zat misschien in gesprek met iemand, maar opeens hoor je toch je naam. En dus dat is informatie die voor ons relevant is, want dat is onze naam. En dus dan gaat dat ook binnenkomen tussen al die prikkels van dat achtergrondgeluid. Dus, door te geloven in iets, door iets belangrijk te maken in ons leven, zal uw RAS zorgen dat je veel meer alert bent, veel meer open bent om de informatie te registreren die relevant is voor dat specifieke doel. Met andere woorden, als je een doel stelt en je focust er hard op, dat wil zeggen, ik ga het neerschrijven, ik ga er vaak aan denken, ik ga het visualiseren. Ik ga misschien een vision board maken en het ergens in mijn kamer hangen of in mijn huis hangen, zodat ik het ook vaak zie. Al die dingen gaan helpen, gaat de RAS ondersteunen om die dingen, de mensen, de opportuniteiten te onthullen die jou kunnen helpen om jouw doel te bereiken. En daarbij ook belangrijk, het mes snijdt aan twee kanten. Ja, dus als je bijvoorbeeld gelooft dat je een slechte spreker bent, of als je gelooft dat het onmogelijk is voor jou om een marathon te lopen, ik zeg maar wat, of als je gelooft dat je niet kan afvallen of kan bijkomen, ja, dan zal je ook minder kans hebben om dit geloof te ontkrachten. Omdat je heel veel dingen gaat oppikken die dat geloof gaan bevestigen. Ja, dus als ik, mijn overtuiging is, ik ben een slechte spreker, dan ga ik net die dingen oppikken die gaan bevestigen dat ik een slechte spreker ben. Ja, dus we spreken ook wel eens over de circle of misery, ja, dus maar je denkt iets of je gelooft in iets, je gaat op een aantal stappen en dan gaat je zeggen op het einde van, ah, zie je wel, ik ben een slechte spreker. Omdat je net die dingen oppikt die voor jou, die jouw overtuiging gaan bevestigen. En dus ook heel belangrijk dat we beseffen dat mes aan twee kanten snijdt. En dus dat vergroot het belang ook van die positieve gedachten en de positieve kijk naar onszelf. Dat is redelijk theoretisch hier. Is dat duidelijk wat ik vertel nu? Ja, oké. Nu, een paar simpele dingen die we kunnen gebruiken om dat dingetje, die RAS, in ons voordeel te laten werken. Wat ik al zei, als je doelen hebt, schrijf die op. En dus het verschil, of de kans om je doelen te halen, vergroot exponentieel veel door die gewoon al op te schrijven. Als je ze dan ook nog eens regelmatig gaat bekijken, ja, dan ga je het nog verder exponentieel verhogen. Daarbovenop, als je gaat visualiseren en voelen alsof die doelen al bereikt zijn, ga je dat ook nog eens extra versterken en ga je die RAS nog meer in jouw voordeel laten werken. Weet trouwens ook, en dat heb ik niet op slide staan, maar het brein weet niet het verschil tussen een levendig ingebeeld event, en ik zie Alex knikken, en een echt gebeurd event. En dus als je goed bent in visualiseren en je sluit je ogen en je ziet alsof je doel, alsof het al bereikt is, en je voelt die emotie daar ook bij, dan is dat eigenlijk voor je brein
biologisch gezien hetzelfde als effectief dat ding realiseren. En dus dat maakt u dat in je... Alex, je hebt een vraag? Ik zie je hand opsteken. Ah nee, als om te wuiven misschien. Nee, het was gewoon zo dat dat klopt 100%. En sinds dat ik dat weet en sinds dat ik dat oefen, dat is echt gewoon top. Dat was wel een teken voor top. Ja, het is echt topgevoel en helpt. En, Fantastisch. Ja, super. En dus met daarin te stappen gaat je lichaam dus eigenlijk ook al gewoon worden aan die toekomstige situatie waar je doel bereikt is. Andere simpele dingen zijn affirmations gebruiken. En dus korte, krachtige zinnen die eigenlijk gaan bevestigen wat je wilt bereiken in jouw leven. En dan repeat. En dus ik heb het er specifiek bij gezet. Hoe meer je dat kan gaan herhalen, hoe meer dat je daarmee kan bezig zijn. Hoe meer top of mind het is, hoe makkelijker je ras dat gaat oppikken en je daarin gaat kunnen ondersteunen ook. Klein spelletje. Wat zien jullie op deze slide? Raamprofielen. Oké. Fly. Oké. Nog iemand? Een doolhof met een pijltje. Oké. Ik ga de volgende tonen. En dus Alex zag fly, de letters fly. En dus ja, dat was ook min of meer daar. Dus ik kan nog eens teruggaan als je het ziet nu. Ik zag ook eerst gewoon zwarte elementen en focus op de zwarte elementen. Maar als je op de witte vlekken daartussen focust, dan zie je dat er eigenlijk een woord staat. Dat is gewoon om aan te tonen dat we bepaalde percepties hebben en op een bepaalde manier naar iets kijken. En de ene ziet het een, de ander ziet het ander. Ik heb nog één voorbeeld. This is a test of selective attention. Wacht, hè. Count how many times the player is wearing white past the basketball. En dus kunnen jullie mij nog horen? Ja. Horen jullie ook de instructies van de video? Ja, oké. Okay. Dat is een simpele oefening en misschien dat sommigen onder jullie deze ook al kennen. Het is een experiment, maar dus de bedoeling is dat je gaat kijken naar... Je gaat een groep mensen zien, 3 mensen met een wit t-shirt, 3 mensen met een zwart t-shirt en ze hebben een basketbal. En de vraag is om te tellen hoe vaak de basketbal wordt doorgegeven van de ene persoon naar de andere bij de mensen met een wit t-shirt. En dus je gaat gewoon letten op de mensen met een wit t-shirt en tellen hoe vaak zij de bal passen van de ene persoon naar de andere. En goed tellen, want ik ga op het einde vragen hoeveel passen er geweest zijn. How many passes did you count? Vertel eens. Ik heb er 10 gezien. Oké. Okay. Roel 13. Nog iemand die heeft kunnen tellen? Ik heb er 15, denk ik. Oké. Okay. Heeft er iemand de gorilla gezien? Een aantal mensen wel, een aantal mensen niet. The correct answer is 15 passes. Alle goed geteld. But did you see the gorilla? Dat is maar om aan te tonen. This video is from. Maar om aan te tonen dat onze focus kan zo gericht zijn op iets dat we bepaalde dingen gewoon niet zien. Dat we bepaalde dingen niet perciperen. En dat is hetgeen dat ik wil duidelijk maken op een ludieke manier, ook in dat experiment. Eens dat je dat weet, ga je natuurlijk al niet meer langs kunnen kijken. Dus ook maar met die ras, door te focussen op de dingen die voor ons belangrijk zijn, ga je opeens meer dingen kunnen gaan zien. En dus dat is eigenlijk als het eindresultaat, als we dat dingetje in ons voordeel gaan laten werken, is... Je gaat meer opportuniteiten oppikken die gelinkt kunnen zijn met jouw doelen, met jouw dromen.
je had ook meer alert worden voor hulpbronnen die dat kunnen gaan ondersteunen. En het bereiken van jouw doelen kunnen gaan ondersteunen. En je gaat ook creatiever worden. Omdat je gaat meer relevante linken gaan beginnen oppikken die relevant zijn voor jouw doelen. Omdat net dat die perceptie voor hetgeen dat relevant is, groter is geworden. En dus dat je dingen gaat oppikken in jouw omgeving, die er misschien al daarvoor ook waren, maar waar je gewoon geen aandacht voor had. Die gorilla die door het scherm ging, die er wel is, maar die je eigenlijk gewoon niet zag. En dat zijn ook allemaal elementen die cruciaal zijn voor het manifesteren van ons droomleven. Ik heb nog 2 minuten. Ik had nog 1 hoofdstuk, maar ik wist dat ik waarschijnlijk niet hier rond geraakte. Was 1 iets dat je vandaag meepakt of waar je mee concreet aan de slag wilt gaan op basis van wat je vandaag gehoord hebt? Voor mij is dat focussen op het positieve. Om echt bewust aandacht te geven aan de positieve dingen. Ja, top. Ook met een topper. Voor mij dat visualiseren alsof dat het al gebeurd is. Oké. Dat wil ik ook wel eens proberen, want dat heb ik nog niet echt gedaan. Dat visualiseren? Ja, ja. Okay. Ja. Inderdaad. Bewust iets waarvan, ja, dat je wel wilt, maar dat ja, echt nog niet gebeurd is, ja. Ja. Dat ook bedenken, ja. Ja. Ja, fantastisch. Ja. Ja. Andere Ellen of Alex, pakken jullie iets mee? Of gaan jullie met iets aan de slag? Ja, voor mij is het meer zo van, ja, gelijk wat zij ook zegt, positieve gedachten in... Focussen op positieve gedachten, of ja, alles wat positief is rond ons. En dat doe ik eigenlijk al dagelijks met dankbaarheid. Constant te counteren. If I feel angry or upset or whatever, my brain straight goes to... I counter it with gratitude. So that's the practice I do daily, but still now in this... sorry, I switched to English, it's just easier. Now it's just like how to escape the matrix. It's something that's my daily life and it's not always a happy place to be in and not a lot of positive things around us. Mm-hmm. So, because it's such a detail and such a structure part of our lives now. I mean, I'm talking about the whole situation and everything. Mm-hmm. So if I could find out how to escape this matrix and still have a healthy life somehow, somewhere out of civilization, that would be the best, what I need right now. Okay, and that's, you're talking about your dream then? What? Yeah, like it's just that I have my dream already, like didn't change for like last 15, 20 years, but it's just that life throws you around, but this current situation made it a little bit more difficult. So because it involves moving countries and all that. So this is now something that, because we are being pushed to make certain decisions that are not necessarily something you want, and they're being pushed on you, it's the freedom of choice, it's being like getting smaller and smaller, and that's just something that mentally makes it just so much more difficult. Yeah. When you're faced with obstacles every single day, like I've been through a lot in my life, but this is just like a whole new thing. Yeah. So that's something that I really like now in this period, I really want to work on that. That would be something what I need the most. And the gratitude that you do, does that give you the most of the relief in this difficult situation, or it's just too much at this moment? Yeah, at this point it's just really too much, because it would literally, nothing ever went so deep. Like this literally went so far to push you against the wall when you have to make choices about your health, about your job situation, about your, so financially, physically, mentally, like before I would move countries already, I did it already a couple of times, and like you, it's always certain burden with it, but and there's always certain risk and there's always some new stuff. But then yeah, if you're open, I hate comfort zones. For me that was always challenging, but it was a good thing. And now that all our freedoms and rights are being like so like narrower and narrower,
that's what I've never been faced with. And knowing that the whole world is like that, so it's not like, oh, I'm gonna move there, because there is also not okay anymore. So that just makes me like, yeah, I just feel like I'm being pushed in a corner, and I know I can, I should be able to fix it and deal with it, but it's not clear yet. So I have my goal somewhere there, but the way to it, it's just like let's say like the tunnel got a little bit darker again. I fully understand. I think for everybody it's a challenge. We can talk about being positive, but there are moments that it's just also, it's okay to face a shit and feel like shit for a moment, and then see how you can get better through that. But it's a tough period for everybody. Thanks for sharing, Alex. I also didn't check that if Dutch was okay, because we corresponded in Dutch before through messages. Yeah, it was perfect. It's just that when I get emotional, because I'm a little bit shaky, I don't know if you can see, I get emotional, then it's like my brain just switches to English, because I don't want to say something that doesn't make sense. So I know I can do it with you, so hope the others didn't fall asleep. Don't think so. But thanks for sharing. Yeah, thank you. Hello, wou jij ook nog iets zeggen van de Rovera? Ja, ik ga nu focussen op mijn doelen eens duidelijk formuleren, zodat ik kan visualiseren en affirmaties gebruiken en zo om mijn doelen te bereiken. Ja, top idee. Zie dat, Elle van Beuren, English is fine. Nee, super. De Rode Duivels zijn gestart, dus we kunnen hier afronden. Merci voor erbij te zijn vandaag. Ik vond het heel tof, goede vragen ook. Ik weet dat het veel theorie was, maar het was een uur, en dus ik heb bewust gekozen om zoveel mogelijk kennis te delen vandaag. Weet dat de masterclasses in de zomer gaan meestal anderhalf uur of twee uur zijn. Dus ga ik ook iets meer tijd nemen om wat meer oefeningen tussendoor ook te doen, en iets meer tijd ook voor interactie. Maar in elk geval heel hard bedankt. Ik wil gerust nog even blijven hangen voor de mensen die nog wat vragen hebben of bepaalde dingen willen checken. Dus voel u vrij, maar voel u ook vrij om rustig naar de Rode Duivels te gaan kijken. Dat ga ik doen. Bedankt, Jan. Merci, ja. En een avond nog. Salut. Ik ga ook naar de Rode Duivels kijken. Zeg, fijne avond. Gelukkig is. Salut. Thank you. Thank you. Bye bye. Ik ga niet naar de Rode Duivels kijken. Nee. Nee, het is... ik kijk daar wel graag, maar ik ga vanavond vroeg in mijn bed kruipen. En... Morgen is de kat jarig, dus... Ja.